volgende record is een sterke mannenrecord. We hebben er 3 uitgenodigd. Hier komen ze. Hij zegt zijn kracht niet in de armen, maar tussen de oren te hebben. De rode uitdager, Tom van Kappel. Deze atletische Hagenees zal voor blauw zijn armen hoog gaan houden. Mike van der Wild. En hij traint iedere dag en zal ook nu weer een goede tijd neer gaan zetten. Onze recordhouder met 1:14:1. Dit applaus is voor niemand minder dan Henk Poltjes. Zij gaan zo direct 15 bakstenen tillen. Zo, voor zich uit. Wie zou er het langste die bakstenen voor zich uit kunnen houden? Bij het brickliften. Tijd voor je kleurkeuze, Wil. Ja? Ja. Iedereen bemoeit zich ermee, maar het is echt je eigen keuze. Maak hem wijs, maak hem wel overwogen. De bordjes staan, we kunnen beginnen met het brickliften. Zo, daar staan ze dan. Dag mannen. Hallo daar. Hallo. Sterke mannen, dames en heren, die zo direct gaan brickliften. Het is een record dat een hele grote kracht vereist natuurlijk. Die kracht die kan in je lijf zitten, maar ook in je kop. We hebben er een deskundige bij. Degene die het zo direct uiterst eerlijk zal gaan jureren. Hij is al jaren, eigenlijk al zo lang dat het zowat in zijn paspoort staat, internationaal erkend. De sterkste man van Nederland. Het is een boom van een kerel. Ik mag hem erg graag. Tjalling van den Bos, mensen. Ja! Ja, Fins. Ja, Fins. Ja. Het brickliften. Wat waren de spelregels? Heel eenvoudig. De 15 stenen voor je uithouden. Met de bovenarm verticaal, de onderarm horizontaal, zodat een hoek van 90 graden ontstaat. Ja. En gewoon zo lang mogelijk blijven staan. Het kan ook techniek zijn, hè? Ik zei al, je kan ook natuurlijk een krachtpatser tussen je oren zijn. Ja, de geest moet het ook aankunnen natuurlijk. Op een gegeven moment ontstaat er een bepaalde spanning in die spieren. En ja, dan heb je meer aan je geest dan aan die spierkracht op dat moment. Andreas Wolf en de bedreigde zakenman. Morgenavond om 8:30. Bij RTL 4. Vlug, vlug! Een kleine dame voelt nattigheid. Huggies komt je razendsnel te hulp met de Quick Dry Luier. De Quick Dry Luier is nieuw. De Quick Dry Luier absorbeert vloeistof razendsnel, zodat je baby onovertroffen droogt. Nou, om bakstenen te gaan tillen, het zogenaamde brickliften, het zijn... De kandidaat, Tom, ga je gang. Tijd loopt. En in het begin gaat het natuurlijk wel, maar zoals ik elke keer eigenlijk opnieuw zet met dit soort onderdelen. De spanning neemt toe in de spieren en dat gaat zeer doen. We zijn nu op 15 seconden. Hij is goed onderweg. Hij is heel goed bezig. Ja, Rob, Tom doet het voor jullie, Est. Moedig hem aan. We zijn op 30 seconden. Het gaat perfect. Het gaat heel goed. Rustig. Het is inderdaad de ademhaling die belangrijk is. En op een gegeven moment gaat het zeer doen. En dan moet je gewoon uit kunnen blokken. Je geest moet op een gegeven moment gewoon ja, die pijn niet voelen. Blijf staan hoor. Ga je nu... Wat een mooie correctie. Dit was 50 seconden. Knap. Heel goed. Heel goed. Er is niets aan de hand. Hij blijft heel goed staan. Oh, Tom, het gaat heel erg goed. Hou vast, hè. Kom op, hè. We gaan nu 1 minuut. En nu gaat het tellen. 1 minuut. We moeten naar de 1 minuut. Kom op, hè. Moet ik hem aan, Tom. We hebben de tijd gestopt. 3/10 seconden. Het scheelt maar 1 seconde of 7 met ons record. Wat heb je hier mooi hersteld, zeg. Ik zag het bijna vallen en paf erin. Tom, je hebt het mooi gedaan. Wij gaan verder met onze volgende deelnemer. Dat is Mike. Jawel, de blauwe kandidaat zeggen we dan. Zo is het. Wat mij betreft kun je beginnen, Mike. Ga je gang. Tijd loopt. Keurig. De houding is uitstekend. De stenen mooi recht. Heel goed, heel goed. Mike komt uit de atletiekwereld. Hij traint heel veel. Maar je ziet inderdaad een goed atletisch figuur. Maar ja, wat is het waard? De spanning gaat toenemen. We zijn op 20 seconden. Je kunt inderdaad een dodelijke blik in zijn ogen nu langzamerhand gaan ontwaren.
ziet er goed uit. Hij heeft veel controle. Hij heeft heel veel controle. Als atletiekjongen weet hij dat hij zich gewoon nergens wat moet aantrekken. Alleen dat beet houden. We zijn nu op 40 seconden. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. 50. En nu gaat de spanning ook hier in de zaal toenemen. Hè? Natuurlijk het blauwe vak. Als we één keer die minuut hebben, dan gaat hij tillen. 1 minuut. Perfect. Perfect. Dit was een thriller. 1:20,5. Dat is nu de tijd. Henk was onze recordhouder. Stilte in de zaal. Concentratie. Hij gaat het nog een keer proberen. Onze groene kandidaat. Henk, ga je gang. Okay. Tijdloop. We hebben 15 seconden. Die moet je eigenlijk helemaal afsluiten van de buitenwereld. Trouwens, goed idee, ja. 30 seconden trouwens. Ja, inderdaad. Je moet op een gegeven moment niks meer horen. Alleen maar concentreren op wat je doen moet. Hou vast, hè. Ja. Het was jouw record. Je pakt het weer terug. Het is zo 45 seconden. Het is zo moeilijk. We gaan naar de minuut. Het gaat hartstikke goed. We hebben 1 minuut. Ongelooflijk. 1:22,7. Een prachtig nieuw record. En dat is 1000 gulden waard. Dank je wel. Gefeliciteerd ermee. Dat is heel erg knap. Ik zag je echt, ja, meditatie is het, hè? Zeker. Het is meditatie. Groot hoofd. Ja. Volgende keer komt hij natuurlijk terug om zijn record wellicht nog scherper te zetten. We nemen afscheid van de verliezende deelnemers van vanavond. Jongens, bedankt. Prachtige prestatie. Challenge. Tot de volgende keer. I'll be back.